Brian Candelaria. Ik kwam vanuit, geboren op Curaçao. En ja, ik doe eigenlijk ambulant jongerenwerk. Stop the violence. Ja, dat is de movement. Het is tegengeweld, anti-geweld movement. Om te laten zien vanuit mijn kant, Antilliaanse kant, Curaçao naar, dat wij tegengeweld zijn. Twee broers dachten een avondje gezellig te gaan stappen. Maar dat verliep heel anders. In de nacht van 17 mei worden ze rond 4 uur 's ochtends zwaar mishandeld door een groep van 4 jongens. Was je zelf zo vroeger? Want... Nou, vroeger hield ik wel van vechten, maar ik heb nooit op iemand geschoten. Dan nu aandacht voor een zaak waar net een beloning van 20.000 euro voor is uitgeloofd. Moord, gepleegd op vrijdag 29 januari 2010. Klaarlichte dag werd toen de Antilliaan Quincy Marcun op straat doodgeschoten in Den Bosch. De overheid van hier is hardhorend, lijkt of ze een wortel in hun oor hebben. Een wortel in hun oor. Hoe merk je dat als je, als je werkt met jongeren? Omdat de jongeren schreeuwen al jaren naar hulp. Ja. En ja, die komt niet. Mijn naam is Brian Candelaria. Ik represent Temple of Hip Hop. Stop the Violence. Dit is een initiatief van mij. Ik ben blij dat jullie allemaal hier vandaag zijn. Samen met ons om een vuist te maken tegen geweld. Geloof dat als vaders binnen de Antilliaanse, Afro-Surinaamse, Afro-Curaçaose groep, als ze zich meer betrokken worden bij hun gezin, dat is er wat ze ophouden. Jullie zijn ook die generatie die het hebben laten liggen voor deze kinderen. Die kinderen durven dat niet te zeggen, daarom blijft het nog 30 jaar komen. En nu heb ik iets van tabastao. Stop. Genoeg is genoeg. Als je op straat iets ziet gebeuren wat niet klopt, spreek je het aan. Dit is mijn wapen tegen geweld. Mijn camera. Stop the violence. En ik heb genoeg begrafenissen moeten meemaken van jonge gasten. Die niet eens de 21 of net de 21 hebben gehad. En dat kan toch niet? De volgende beelden kunnen heel schokkend zijn. Ze lopen vanaf het Stratumseind richting Vestdijk. Ze zijn op oorlogspad, lijkt het wel. Verderop komen twee andere jongeren die op weg zijn naar huis in het vizier. En dan gebeurt het. Eén van de twee wordt omvergeduwd. Probeert weer overeind te komen, maar krijgt dan harde klappen op zijn hoofd. Het wordt nog veel erger. Hij wordt geschopt, geslagen, getrapt, zo hard als maar kan. En nog is het niet genoeg. Het is bijna niet te geloven. De jongen wordt bewusteloos boven op zijn hoofd getrapt. En dan rent iedereen weg en laat hem voor dood achter. Wat denk je, hoe komt het dat die jongeren zo snel dan geweld gebruiken? Ja, stoerheid, snel dingen willen afmaken, elkaar niet vertrouwen. Als je die persoon laat, je weet niet dat die persoon je gaat opzoeken daarna. Dus dat zijn allerlei dingen, situaties die jij als mens, jou als mens laten, als je niet sterk bent, wapen pakken. Stop the violence. Grabo con mi cámara. Ustedes no tienen que pelear. Somos familias. ¿Qué pasa? Los blancos están mirando. Y tú te odes con mi cámara. Basta de pelear. Basta de pelear. ¿Qué es eso? Tío, yo ben bezig. Con cansa en sla. Ok, baba. Dragado. Weet het niet, ze beginnen zomaar te vechten daar. Wat heb je gezegd? Dat ze moeten kappen. Is toch geen grap? Ik sta daar met de film over Stop the Violence, draai mijn rug om, beginnen ze te vechten. Ze zijn geen Antilliaan, ze zijn Dominicanen, maar toch, zijn mensen. Daarom zeg ik, iedereen, stop the violence. Het gaat niet alleen maar om Antillianen. Basta met die gedoe. Maar misschien gaat die andere een gun pakken, een pistool pakken, dan kan die hier schieten.
Die persoon waar hij mee heeft gevochten krijgt geen kogel, maar een kind die daar langs loopt. Wat vindt u van het geweld wat toeneemt in onze samenleving? Heel vreemd, omdat het tijd jonger wordt. Jongeren? Ja. Over welke jongeren hebben we het nu, waar deze massale politie-inzet voor nodig is? We kennen deze groepering uit Amsterdam-West. We zien dat een aantal van deze leden op zeer jonge leeftijd reeds is begonnen met de pleging van strafbare feiten. Van Marokkaanse afkomst? Marokkaanse afkomst, maar we zien ook daders Surinaamse afkomst en Turkse afkomst. Goedenavond. De grensrechter uit Almere die gisteren is mishandeld, is overleden. Dat meldt zijn club Buiten Boys. Ja, en tegenwoordig hoor je jongens dat je denkt van 15, 16 jaar, vuurwapens, steekwapens, alles wat er omheen hangt. Ja, dat is vreemd. Dat maken we wel dagelijks mee, ja, dat we dat horen. En dat is jammer. Hoe weet je of je of voorlichting effect heeft gehad? Ik zie het door middel van na als ik klaar ben. Met mijn workshops, mijn voorlichting dat hebben gegeven. Hoe die mensen kijken. En dat het binnen is gekomen dat ze wat aan hebben. Ik kwam heel net, ik ga meneer Mark even naar meneer Smit doen. Hoe vindt dat onze vet gemaakt? Ik heb het op mijn hoofd, jullie. Ik ga nu met mijn hele hoofd weg, ik ga mijn geven. Je hebt grootspraak. Maar wees je dat je nu trapt? Ja, je lijkt kom. Heren. Hoe bereik je dan die jongen? Hoe bereik ik die jongen? Door doelgerichte veld in te gaan en die ene vertellen, die andere. Best wel erg, want het is eigenlijk onnodig. Dus mijn hart is niet bij geld. Geld mag je branden. Maar toch zeg je dat je het nodig hebt. Maar natuurlijk, want ik kan moeilijk naar de winkel gaan. Ik heb 10 stoelen nodig om workshop te geven voor de jongeren. Gratis. Ze gaan me niet geven. Ik heb 10 laptops nodig voor de jongeren. Gratis. Ze gaan me niet geven. Er zijn toch ook al instellingen waar dat gebeurt? Nou, die instellingen moeten bij elkaar komen van, goh, wat een goede initiatief. Laten we investeren. Slavendraven is dat etiket Hitler doorstromen naar Duindorp. Ja, dat die mensen aangegeven worden als Jood. Ja, is dat jouw etiket? Ja, kanker lekker dood in je graf, joh. Met jouw kleinkinderen en alles wat erbij hoort. Stuur je straks. Ja, ik vervloek jullie in de naam van Jezus Christus. En dan? Wij doen er alles aan, niet alleen als stadsdeelbestuur, maar ook wel samen met politie. Nu, fuck dat. Jullie doen geen moer. U komt nu hier zo staan, je staat nooit staan hier. Geen enkele dag sta je hier zo. Nee. En je komt nu en jij vindt dat jij de recht hebt om te komen praten. Jongeren hebben banen nodig. En als ik een baan kan creëren voor een jongere, dan moet die jongere ook betaald krijgen. Dus waar het geld vandaan komt, maar wel legaal, interesseert me niet. Maar zo'n jongere moet betaald worden. Dus bedrijfsleven? Ja. Ja. Politiek? Ja, kom maar op. Wat gaan we over 2 tot 3 jaar bereiken? Dat men heeft gezien dat dit ideale heeft kunnen werken, heeft gewerkt en gaat ook verder werken. En dan stopt de violence in Curaçao? Ja, maar die is er al nu. Die is er al. Ja. Succes ermee. Dank je.